Opgave 39, los exact op. Nou, je ziet hier een wortelvergelijking en een wortelvergelijking heeft een vast stappenplan. De eerste stap is isoleer. We gaan zometeen eerst de wortel isoleren. De tweede stap is kwadrateer. We gaan de wortel kwadrateren waardoor die verdwijnt. En de derde stap is controleren. Bij een wortelvergelijking moet je altijd even het antwoord controleren. Door het kwadrateren kunnen er spookoplossingen ontstaan. Oké, okay. nou beginnen we met A. We gaan stap voor stap doen wat daar staat. 5x plus 14. De eerste stap is isoleer. Dat is zet de wortel apart. Nou, zoals je ziet uh, staat de wortel al apart en daar hoeven we geen moeite voor te doen. Stap 1 is eigenlijk al gedaan. Stap 2, kwadrateren. Wat je gaat doen, de linkerkant van de is doe je in het kwadraat... En de rechterkant van eerst doe je in het kwadraat. Waarom doe ik dat? Nou, Omdat een wortel en een kwadraat elkaar opheffen. Dus de wortel uit 5x plus 14, en die doe ik in het kwadraat, wordt zonder de, de wortel. En aan de linkerkant krijg je gewoon x. -kwadraat. Nou, nu heb ik geen wortelvergelijking meer. Maar nu heb ik een kwadratische vergelijking. Een kwadratische vergelijking, die los je op door alles naar één kant te schuiven, zodat je is 0 krijgt. Dan ga je kijken, kan ik het factoriseren, kan ik het ontbinden met haakjes? Of als dat niet lukt, gebruik je de ABC-formule of eventueel kwadraat afsplitsen. Oké, okay. nou ik ga eerst altijd even kijken, kan ik ontbinden in factoren? Die vind ik het makkelijkst en die gaat het snelst. Ik zoek twee getallen keer elkaar, min 14, opgeteld meer 5. Nou dat blijkt dan x plus 2 keer x min 7 te zijn. En dan krijg je dus oplossing x min 2. Of x is 7. Maar dat zijn niet de echte oplossingen. Ik heb een spookoplossing gekregen. Ik zal het tekenen en dan kun je het zien. Want uh, de linkerkant is een x. Dat is de lijn I is x. Die ziet er zo uit. En de rechterkant, dat is uh, de wortel. Die ziet er zo uit, ongeveer. Hoe weet ik dat? Nou, ik heb natuurlijk even de grafische rekenmachine gebruikt om dit te tekenen. En dan zie je dat er maar één oplossing is. Er is maar één snijpunt tussen de wortel en een lijn. Maar doordat alles in het kwadraat gedaan is, euh, wordt het opeens, x-kwadraat is een parabool met een lijn, en krijg je opeens een extra oplossing. Nou, die extra oplossing moet je opsporen en die moet eruit gehaald worden. Nou, wat doe je? Ik heb x is uh, min 2 en ik heb de vergelijking x is de wortel uit 5x plus 14. En ik ga die min 2 invullen in de vergelijking. En dan ga ik kijken, klopt dit antwoord wel? En dan ga ik dit narekenen. Nou, ik hoef eigenlijk het stukje onder de wortel niet eens uit te rekenen. Want ik zie hier staan dat de wortel een min getal wordt. Nou, de wortel waar de min getal uitkomt, dat kan natuurlijk niet. De wortel geeft altijd een positief getal. Dus x is min 2, die vervalt. Die kan niet. Dan krijg ik x is 7. Dan krijg ik 7 eerst, de wortel uit. 5 keer 7 plus 14. 5 keer 7 is 35. Plus 14 is 49. De woordluid 49 is 7. En er komt 7 uit. Dus ik weet nu dat x is 7, dat dat de enige oplossing is. Nou, dat is de derde stap. Controleer je antwoord. Gaan we naar vraag B. Even meegekopieerd. Geko en ook de drie stappen, want die zijn belangrijk. 3x is wortel 8x plus 20. Nou, als je net naar vraag A de uitleg hebt gekeken, probeer deze dan eerst eens dus zelf voordat je hier gaat kijken hoe die, hoe die moet. Oké, okay. stap 1. Isoleer. De wortel apart zetten. Die staat apart. Dat is al aan voldaan. Stap 2. Kwadrateer. Zet links en rechts in het kwadraat. Dat ga ik doen. 3x in het kwadraat, ook het kwadraatje vergeten, wordt 9 X -kwadraat. De wortel in het kwadraat, de wortel verdwijnt. Dan gaat alles naar één kant. 9x min 8x min 20 is 0. En dat doe ik natuurlijk omdat ik nu een kwadratische vergelijking heb. En een kwadratische vergelijking, die los je op door alles aan één kant te zetten is 0. En dan weer te kijken, kan ik ontbinden? En anders de ABC-formule. Nou, helaas, hier moet ik de ABC-formule doen. Hoe zie ik dat? Nou ja, voor het ontbinden heb ik x kwadraat nodig. Moet ik alles delen door 9 en dan krijg je breuken. Dus die gaat niet lukken. Dus abc formule a is 9, b is min 8 en c is min 20. Discriminant is b kwadraat, dus min 8 in het kwadraat. Min 4 keer a keer c. En uit die discriminant komt dan 784. En de wortel van 784, oftewel de wortel van de discriminant, is dan 28. De ene oplossing wordt min b, dus min, min 8, dus plus 8, plus de wortel uit 28 gedeeld door 2 keer a. 2 keer a is 18. En x is 8 min de wortel uit 28 gedeeld door 18. Nou, dit. Uh, kan je nog verder uitrekenen? Ik ben zo gewend om een wortel te schrijven in de, de formule dat ik dat nu ook automatisch doe, maar ik had de wortel al gedaan, want de wortel van 84 is 28, dus ik krijg dit. Nou, de ene oplossing, ik zal nog 1 en 2 bezetten. De ene oplossing wordt dan x is 2, de andere oplossing wordt x is min 1, 1, 9. Nou, dan pak ik de oorspronkelijke vergelijking erbij: 3x is de wortel uit. 8x plus 20. Nou, ik hoop dat je dan al gelijk ziet dat die min 1 1 9, dat die niet kan. Want 3 keer min 1 1 negende is een negatief getal. En de wortel, die kan nooit negatief worden. Dus die valt af. Zo, dus die vervalt. Nou, dan zal x is 2 zal wel de goede oplossing zijn. Even kijken, 3 keer 2 is de wortel uit. 8 keer 2 plus 20. 20 plus 16 is 36, de wortel uit 36 is 6, 3 keer 2 is 6. Die klopt. En x is 2 die is de oplossing van deze vergelijking. En dan gaan we naar vraag C. Vraag C. 5 wortel x is x. En je ziet bij heel vraag 39, die stap isoleer, die zit hier niet in. Want overal staat de wortel al apart. Dus ik stap gelijk over op links en rechts in het kwadraat doen. Dan krijg ik 25 keer x, is x kwadraat, weer een kwadratische vergelijking, alles naar één kant verhuizen. x kwadraat min 25, x is 0. Altijd kijken of je kunt ontbinden in factoren, nou hier kan dat. Want elke term heeft een x, hè, en daardoor kun je een x buiten haakjes halen. Dan krijg je x is 0 of x is 25. Maar ja, dan moet ik natuurlijk weer de antwoorden controleren. Even kijken, want soms kunnen ze wel allebei. 5-wortel x is x. 5 keer de wortel uit 0 is dat 0. Ja, dat klopt. x is 0 is een oplossing. 5 keer wortel 25 is dat 25. Wortel uit 5 is 5. 5 keer 5 is 25. Dus beide antwoorden kunnen hier. Het is dus ook niet zo dat je altijd maar 1 van de 2 hebt. Want soms, en dat zie je, kunnen ze hier allebei. Vraag D. 3x is de wortel uit 18x plus 72. Nou, het is al geïsoleerd, want ik zei al, he, heel 39 is al geïsoleerd. Dus ik ga in het kwadraat doen. Dan krijg ik 9x kwadraat is de wortel verdwijnt, dus 18x plus 72. Ik verhuis alles naar één kant. 9x kwadraat min 18x min 72 is 0. Ik zie een mogelijkheid tot het delen door 9. Waardoor ik misschien niet de ABC-formule hoef te doen. Dat hoop ik, want daar heb ik niet zo'n zin in. Um, ik zoek twee getallen die keer elkaar min 8 zijn. En opgeteld uh, min 2. X min 4 keer x plus 2. Dan krijg ik x is 4 of x is min 2. En dan moet ik weer gaan controleren. Ik begin met x is min 2. Dan zie ik al links krijg ik 3 keer min 2. Dat is kleiner dan 0 en dat kan sowieso niet, want aan de rechterkant staat een wortel. Dus deze voldoet niet. voldoet niet. Nou, dan hopen we dat x is 4 wel voldoet. Even kijken, 3 keer 4 is de wortel uit 18 keer 4 plus 72. Even kijken, 3 keer 4 is 12, 18 keer 4 plus 72 is 144, dus deze voldoet. En x is 4 is de oplossing.